Newton heeft drie wetten bedacht over, die over krachten gaan. De eerste wet was, als er een resultante kracht is, dan is de snelheid constant. De tweede wet zegt precies het tegenovergestelde. Als de resultante kracht niet nul is, oftewel er is een resultante kracht die op een voorwerp werkt, dan betekent het dat dat voorwerp niet met constante snelheid zal bewegen. Oftewel, het voorwerp gaat versnellen. Nou, als we dan een auto hebben die op gang wil komen en die auto heeft een motorkracht, dan is het hoe groter die kracht is, hoe groter de versnelling is. Maar andersom ook, die auto heeft een bepaalde massa, aangegeven met letter M. Hoe groter die massa, hoe moeilijker het is om die auto op gang te krijgen. Nou, dat komt terug in een formule. En dit is de basis van de tweede wet van Newton. En dat is de versnelling is recht evenredig met de kracht en omgekeerd evenredig met de massa. Oftewel, als je de kracht groter maakt, zal de versnelling ook groter worden. Meer kracht, meer versnelling. Als ik de massa groter maak, staat onder de deelstreep, dan zal juist de versnelling kleiner worden. Dus massa houdt versnelling tegen. En dat is ook de reden waarom veel mensen deze wet noemen. Massa is traag. Dan gaat het dus niet over dat massa langzaam beweegt, maar vooral dat massa moeilijk op gang komt. Nou, deze formule kunnen we omschrijven. F is m keer a. M is f delen door a. Dit komt ook terug in het filmpje omwerken van formules. Dus kijk dat vooral even als je niet weet hoe ik hier aan kom. Maar nu ik dit heb bedacht, kan ik het ook gaan gebruiken in opgaven. Oftewel, ik heb mijn auto. Hij heeft een motorkracht van 1000 newton en een massa van 500 kilogram. Dat is een heel licht autootje. De versnelling die hij dan krijgt is a is f delen door m is 1000 newton delen door 500 kilogram. En dat is een versnelling van 2 newton per kilogram als ik naar deze eenheden kijk. We kennen de versnelling met een andere eenheid. 2 meter per seconde kwadraat. Nou, newton per kilogram en meter per seconde kwadraat zijn dezelfde eenheden. En dat zit hem erin dat de newton is eigenlijk de kilogram meter per seconde kwadraat. Dat is een andere naam voor dezelfde eenheid. Dus de newton is een soort vereenvoudigde eenheid om niet elke keer dit op te kunnen schrijven. En als ik hier die newton delen door kilogram neem, dan krijgen we dus newton delen door kilogram is dus eigenlijk kilogram meter per seconde kwadraat delen door kilogram. En dan kan ik die kilogram en die kilogram wegschrijven, strepen. En dan hou ik meter per seconde kwadraat over. Vandaar dat dit dezelfde eenheid is als dat. Oké. Wat we nu hebben gezien is dat we de versnelling kunnen uitrekenen als we een kracht hebben en een massa. We breiden hem nog een klein stukje uit. Want stel je voor dat er wat meer krachten werken op deze auto. En op deze auto werkt niet alleen de motorkracht, maar er werkt 1000 newton motorkracht op. En er werkt 400 newton luchtwrijving op. En dan hebben we ook nog hier een beetje rolweerstand. Laten we daar ook 100 newton voor nemen. Als ik dit heb, dan kan ik niet in één keer de kracht invullen in deze formule.
Wat ik moet doen is dan eerst de resultante kracht bepalen. Want het enige wat effect heeft op die versnelling is de resultante kracht. Het geheel wat werkt op die auto. Nou, in dit geval 1000 newton de ene kant op, 100 en 400 de andere kant op. Dus FRS, de resultante kracht, is hier 500 newton. En dat betekent dat de versnelling hier wordt dus 500 delen door 500. Dus 1 meter per seconde kwadraat. Op het moment dat die auto nou 10 seconden aan het versnellen is, dan zou in deze situatie zonder al die extra krachten, na 10 seconden zou die 20 meter per seconde gaan. Elke seconde er 2 bij. En hier zou die na 10 seconden elke seconde er 1 bij. Dus na 10 seconden 10 meter per seconde gaan. Nou, op deze manier kunnen we versnelling uitrekenen en kunnen we op een gegeven moment ook uitrekenen hoe hard een voertuig of een voorwerp zal gaan na een aantal seconden. Dit was de tweede wet van Newton.